kikker voelde zich vreemd. Hij moest lachen en huilen tegelijk. Mijn naam is Anouk en ik heb de Voorleeshoek opgericht omdat ik het belangrijk vind dat kinderen in aanraking komen met voorleesverhalen. In 2016 ben ik gestart met de Voorleeshoek. Ik heb eerst de PABO gestudeerd en daarna muziekwetenschappen. En toen ben ik eigenlijk die twee gaan combineren, want ik ben gek op voorlezen en ik hou ook ontzettend van klassieke muziek. Dus hier komt het eigenlijk perfect samen. In de voorleesfilmpjes zie je altijd de voorlezer in beeld. En daarnaast hebben we dus altijd de prenten van het boek en het wordt altijd ondersteund met klassieke muziek. Op de website kan je heel veel verschillende voorleesfilmpjes bekijken. En de voorleesfilmpjes zijn altijd opgedeeld in thema. Dat is heel handig voor thuis, maar ook voor op school. Dus je kan denken aan seizoenen, maar ook Sinterklaas of Kerst of bijvoorbeeld Koningsdag. En we hebben het opgedeeld in 3 leeftijdscategorieën. 0 tot 4, 4 tot 7 en 7 tot 10 jaar. In de voorleeshoek lees ik onder andere de verhalen voor. En daarnaast doet Barend dat ook. Mijn interesse voor kinderboeken is ontstaan toen ik voor de klas stond. Ik vond het ontzettend leuk om verhalen voor te lezen, maar ook om mijn eigen verhalen te vertellen. En toen ik eenmaal een andere baan had gekregen, toen miste ik dat. En bij de voorleeshoek heb ik dat teruggevonden. Blazen, vraag ik. Ik vind het belangrijk dat er veel wordt voorgelezen voor kinderen, omdat we zien in Nederland dat er een daling is in het aantal kinderen dat lezen leuk vindt en die voorgelezen worden. En het mooie aan de voorleeshoek is dat er ook nog een combinatie is met muziek. En zo bereiken we een enorm groot publiek. In 2018 zijn we gestart met de Reading Corner. Eigenlijk is de Reading Corner precies hetzelfde als de voorleeshoek. Maar deze keer in het Engels en in het Spaans. Ik ben Mionda, ik ben account manager. Ik ben verantwoordelijk voor de partnerschappen bij de voorleeshoek. Wij zetten ons vanuit de voorleeshoek in voor leesbevordering en leesplezier. Dat betekent dat daar ook verschillende partners bij te vinden zijn. Een van de belangrijkste partners is de Koninklijke Bibliotheek. Zij maken het mogelijk dat de voorleeshoek beschikbaar is in alle bibliotheken in Nederland, maar ook voor de kinderen thuis. Kinderen kunnen met een bibliotheekpasje inloggen en daarmee alle voorleesfilmpjes bekijken. We werken sinds kort ook samen met het COA. Dat betekent dat we in alle AZC's van Nederland te zien zijn. We maken ook vaak video's op bijzondere locaties. Eén daarvan is in het Spoorwegmuseum. Deze video's hebben we gemaakt voor NS. 3 video's in verschillende treinen. En die zijn dan ook weer te zien in de app van NS, NS Lab. Ik ben Lisa en ik ben redacteur bij de Voorleeshoek. Mijn voornaamste taak als redacteur bij de Voorleeshoek en de Reading Corner is het monteren van de voorleesfilmpjes. Daarnaast vraag ik boeken aan en prenten bij de uitgeverijen, maak de planning, verzin ik de thema's en doe de social media. Als ik bezig ben met de productie voor de voorleesfilmpjes, voor de Voorleeshoek en de Reading Corner, dan zorg ik dat de camera goed staat, de microfoon, de lichten. Ik gebruik de Voorleeshoek in de klas. Door af en toe filmpjes te kijken, is een hele goede onderbreking voor de kinderen. Ik bespreek het altijd even met ze voor, waar gaat het verhaaltje over? En daarna stel ik dan een soort vraag om te kijken, hebben ze het allemaal begrepen en waar ging het nou eigenlijk over? En de muziek is eigenlijk altijd wel grappig, want ze zijn eigenlijk niet bewust van dat er steeds muziek tussen zit. Maar je ziet heel vaak kinderen dan eventjes gaan staan en dan gaan ze even dansen. Of dan gaan ze allemaal bewegingen maken en dan zien een paar kinderen dat. En dan denken ze, oh ja, ja, het is een muziekje, nu kan ik even bewegen. Dus dat is heel leuk. Ze komen op een speelse manier eigenlijk in aanraking met het verhaal en dan die ondersteuning met de muziek. Mijn doel is om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met de mooiste voorleesverhalen die er zijn gemaakt. Dat geldt zowel voor binnen als het buitenland, dus voor de Voorleeshoek en de Reading Corner. Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat kinderen op een leuke manier leren. En dat wil ik gaan doen met de Voorleeshoek Plus. Daarin hebben we onder andere een kinderkookprogramma, karaoke lezen, een muziekhoek en nog zoveel meer. Om het lezen leuk te maken voor kinderen.